We hebben nog ruim 5 minuten en Feyenoord blijft in de aanval. Feyenoord mag nu komen via een vrije schop uit de middencirkel genomen door Rinus Israël. Dat kan gevaarlijk worden. En komt daar Hens. Hens. En de bal ligt in het doel. De bal ligt toch in het doel. Hij ligt in het doel. Feyenoord heeft gewonnen. Feyenoord staat voor hem met 2-1. Uwe Tienval heeft het dan toch gedaan nadat scheidsrechter Lobello schitterend de voordeelregel toepaste bij een handsbal. Iedereen appelleerde voor een penalty, maar Tienval liep door en scoorde. 2-1 voor Feyenoord. En nog 4 minuten te spelen. Nog maar 4 minuten te spelen. Oh, dames en heren, ik zat hier te gillen. Want het was een handsbal in het instantie. Als u gekeken hebt, heb je dat gezien. En de scheidsrechter die floot niet. En toen dacht ik, van hemel, waar moet dat naartoe? En toen kwam dat doelpunt toch. En kijk nou eens naar de overkant. Het is grandioos. Die honderden vlaggen, die toeters, die mensen. Wat een blijdschap, wat een vreugde. De Europa Cup binnen het bereik van Feyenoord.